Welkom bij een nieuwe uitzending van Aan tafel met Leendert. Uiteraard vanuit B+C in de Nieuwstraat in Leiden. Vandaag gaat de hele uitzending over Zoeterwoude, over het coalitieprogramma Duurzaam Verbinden. Zoeterwoude is weer de eerste. Ze hebben weer een college. Gisteren zijn de wethouders geïnstalleerd. En wij gaan dit werk eventjes doorspitten. En dat doe ik met Pieter Goossen. Welkom in de uitzending van Progressief Zoeterwoude. Eén van de coalitiepartijen, de andere is het CDA. Eigenlijk net zoals in de vorige periode. Ja. Dat klopt helemaal. Ja, en dan laten we beginnen. We gaan even doorspitten. Hè? Ja. Het coalitieprogramma. Wat zijn de speerpunten? Dat is het allerbelangrijkste. Speerpunten voor ons voor de komende 4 jaar zijn woningbouw en duurzaamheid. Ja. Dat zijn de 2 belangrijkste die we eruit willen halen. Ja, en dan staat er in de inleiding staat er nog dat jullie ook op een nette manier met elkaar de komende tijd in het college willen zitten. Dat klopt, de bestuurstijl. Ja. En daar hebben we al ervaring mee hoor, want wij zitten eigenlijk altijd netjes met elkaar in het college en ook in de raad. Ja, dat zei ik ook al in de podcast Politiek op je oren van Unity.nu. Ik heb een dagblad. Eigenlijk is dat helemaal niet nodig om dat in zo'n coalitieprogramma te zetten voor Zoeterwoude, toch? Of heb ik dan iets gemist? Nou, daar heb je misschien wel iets gemist. Even allereerst complimenten voor je podcast. Ik vond het ook heel leuk dat je ons coalitieprogramma zo goed doorgenomen hebt. Om vervolgens af te sluiten met de conclusie, het is een leuk dingetje. Toen dacht ik van, nou, daar ga ik eens even een dingetje van maken. Want ik neem al aan dat je dat heel positief bedoelt. Hoor. Ja, want zowel CDA als PZ zijn hartstikke trots op dit document. Het is voor een deel een kaderstellend document waarin we aangeven wat we willen. En voor een gedeelte ook heel erg concreet vinden wij met op onderdelen gecapitaliseerd hoe we dat willen. Ja, en dus, wat ik wel belangrijk ga vinden nog, actief de burger erbij betrekken. Ja. Dat is iets wat je vaak in lijststukken leest en wat ook heel vaak misgaat. Ja. Hoe ga je dat op een goede manier doen? Nou, dat hebben we in de verkiezingscampagne duidelijk neergezet. In het programma van PZ stond dat wij de burgerbegroting willen gaan initiëren. Wat was het ook alweer? Dat heeft best wel wat stof doen opwaaien. Burgerbegroting is dat je een deel van je begroting reserveert en tegen de inwoners zegt van kom met plannen. Onderbouw de plannen. Hè, als je hulp nodig hebt, dan staat het ambtelijk apparaat deels voor je klaar. Maar kom met een plan, wij hebben daar budget voor. Dus hè, om even simpel te zeggen, als je een wipkip voor de deur wil hebben, dan kan je je aanmelden voor de burgerbegroting. Dat is een heel direct voorbeeld. Er zijn er wel meer te verzinnen, verwacht ik. Maar inderdaad, het gaat om de initiatieven vanuit de samenleving waar wij in de raad vooraf budget voor hebben neergelegd en waar de inwoners zelf voor kiezen of doorgaat. Nou, dat vinden wij burgerparticipatie. Ja. En dat staat ook in het coalitieprogramma. Daar willen we mee aan de slag. Het gevaar van burgerparticipatie, en dat heb ik vaker zien gebeuren, is dat het allemaal heel voortvarend begint. Iedereen wordt gevraagd om input, maar je hebt maar een bepaald budget. Ja. Of je kan naar een bepaald aantal maatregelen kan je realiseren. Stel, er komen er 100 binnen, je realiseert er 3, dan heb je 97 teleurgestelde. Nou, dat is de vraag. Zoals je het nu zo stelt, klopt dat. Echter, als je er 100 binnen hebt, dan heb je sowieso al een succes. Dan leeft het kennelijk. Als je maar budget hebt voor 3, dan kan je zeggen van nou, in de volgende begrotingsronde moeten we meer aandacht aangeven. Maak een budget voor nog 3 of voor 5. En dat is het idee. We zijn heel klein begonnen met 1 initiatief van 100.000, van 1 ton. Hè, wat zou je doen met een ton? Als dat succesvol is, dan willen we dat uitbreiden. Als dat niet succesvol is, nou ja, dan heb je een goede poging gedaan en dan is het jammer. Ja. Dat is ook de reden waarom we niet meteen 1 miljoen er tegenaan gooien. Nee, je wilt het eerst proberen. Ja. Gaan we het hebben over de 2 speerpunten, wonen en duurzaamheid. Mag je even vertellen waar je het liefst mee begint, Pieter? Wonen. Wonen. Wonen ook bij een debat geweest voor de verkiezingen. Een van de belangrijkste thema's überhaupt bij de verkiezingen in de Leidse regio. Toch inzetten op sociale woningbouw. Waarom? Dat was eigenlijk progressief zijn jullie inzet, is dat geweest? Nou, ook van het CDA, allebei hoor. Dat moet ik gewoon eerlijker zijn. CDA en PZ die vinden elkaar zeker in sociale woningbouw. Wij hebben altijd gezegd van bouwprojecten met meer dan 5 woningen moet verplicht 35% van het totaal besteed worden aan sociale woningbouw. Ik vroeg me af, hoeveel procent van Zoeterwoude is nu op dit moment sociaal? Geen flauw idee. Geen flauw idee. Ik hoor het bij je podcast ook. Is dat 35%? Nee, dat halen we nog niet. Nee? Dat halen we niet. Nee. Nee, dat is, maar ik hoor het in je podcast ook. Hè. Als je daar lang mee doorgaat, dan wordt het vanzelf 35%. Nou, zover zijn we nog niet. Nee. Maar exact aantallen weet ik niet. Het gevaar is wel, dan zegt de wethouder in Leiden altijd, Paul Laudy, ja, hoe meer sociale woningbouw je hebt, hoe minder inkomsten je genereert. En je moet je wel afvragen, kunnen we dat eigenlijk wel betalen? Want OZB is natuurlijk een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. En ja, hoe minder koopwoningen er zijn, hoe minder Ons beleid wordt afgerekend op rendement. En dat is niet alleen financieel rendement. Maatschappelijk rendement, sociaal rendement vinden wij, PZ, CDA, allebei ook heel belangrijk. We krijgen nog steeds onze begroting sluitend.
goedsluitend. Dus waarom moeten wij ons zorgen maken wat de impact van die 35% is op onze OZB-inkomsten? Sterker nog, de laatste periodische jaren hebben we altijd de normale indexering van de OZB-verhoging kunnen hanteren. Mm-hmm. Eén keer zelfs helemaal niet hoeven doen. Dus we hebben daar nog geen noodzaak voor om te gaan kijken. Dus voorlopig kijken. Kan je gewoon sociaal blijven bouwen. Wij kunnen over hoeveel woningen gaat dat dan eigenlijk in Zoeterwoude? Op dit moment staan er 500 woningen als project ingetekend. Dat is fors. Dat is heel veel. Want ik denk dat jullie ongeveer een woningvoorraad hebben van 4.000, 4.500. 3.500 volgens mij. Ja. Pak een beetje 4.000 in die buurt. Dat is fors. Ja, dat is echt fors. Dat is fors. En volgens mij zitten we ook boven de opgave die vanuit de regio gekomen is. Het is fors, absoluut. Het is fors voor de korte termijn. Wij denken echter, als je voor de lange termijn kijkt, dat 500 nog niet eens genoeg is. En dan moet je naar 1000 toe. Nou, dat ga ik nog niet zeggen, dat weet ik niet. Maar wij hebben met de verkiezing, en zoals wij altijd doen met PZ, de wijken doorgegaan. Hè, aangebeld bij mensen en vragen. En wat we heel vaak terugkregen als antwoord was van ja, woningen. Hè, mijn kinderen kunnen hier niet wonen of mijn kinderen willen terug. Dus dat zijn zorgen. Er zijn twee doelgroepen waar veel over gesproken is bij de verkiezingen. Dat zijn de starters op de woningmarkt. Het is veel te duur. Er zijn te weinig woningen voor starters. Ja. En eigenlijk voor ouderen. Ja. Die nu vastzitten in een groot huis. En niet naar een... Doodzonde. Gaat ook voor die twee doelgroepen nu primair gebouwd worden? We hebben ze gesproken. En inderdaad, die mensen zijn er. Mensen die echt hun huis uit willen. Maar zeggen van ja, ik ga kleiner. Maar ik moet dubbel zoveel betalen. Dat doe ik niet. Dat begrijpen we. Ja, dat willen we. Wij willen meer gaan bouwen voor de lokale jongeren. Daar willen we ook afspraken mee maken met Reinhard Woner, degene die de sociale bouw voor ons doen, op basis van maatwerk. We hebben gezegd minimaal 10% van alles wat wij nu bouwen moet voor onze eigen jongeren bestemd zijn. Dat gaan we doen. Daar gaan we ook echt voor bouwen binnen de projecten die gepland staan. Voor ouderen iets lastiger, maar ook daar gaan we mee aan de slag. Ook samen met Weidezorg, degene die En over wat voor woning heb je het dan? Appartementen? Voor de ouderen of voor de jongeren, wat bedoel je? Welke? Nou, eigenlijk voor allebei. Nou, als je kijkt voor de ouderen, Weidezorg bij Emmen is daar, midden in het dorp. Mm. Die gaan 60 units bouwen naast hun verzorgingshuis voor ouderen. Wat echt volledig zelfstandig appartementen zijn. Maar wel een voorziening dat als er hulp nodig is, dat die snel kan worden gebracht. Dan praat je over mensen die nog helemaal zelfredzaam zijn. Waarvan je nu al weet, nou, binnen 5 jaar wordt het al wat lastiger. Dus die halen zij al binnen hun. Daar wordt expliciet voor gebouwd. Ik weet dat ze ook op Rijndijk kijken of ze vergelijkbare projecten kunnen doen. Gaan we naar de jongeren? Ja, dan praat je toch over de bestaande projecten. Kleinere appartementen, 50 vierkante meter en dergelijke, voor of sociale koop of sociale huur. Nou, sociale huur is makkelijker. Wat ik net al zei, dan kan je afspraken maken met een woningbouwcorporatie. Sociale koop is lastiger, maar we hebben startersleningen. En hoe ga je bouwen? Ga je huizen bouwen? Ga je de lucht in? Nou, 500 woningen, dat is nogal wat. Zoeterwoude en de lucht in, dat zien we nog niet zo heel erg gebeuren. 3, 4 hoog en daar houdt het wel mee op. Kijk naar een belangrijk bouwproject bij ons, Verde Vista. Daar wordt heel veel gebouwd. Ja. Nou, dan zie je eigenlijk beneden bovenwoningen ontstaan. Je ziet op sociale woningen, zeg maar de outdoors woningen, die zijn er. Dat is gewoon normaal laagbouw. Ja, maar we maken ons ook zorgen over. Ga je kijken naar de Rijnkant, naar de oude Rijn, de Leidse Rijn op Rijndijk. Dan zie je 2 appartementencomplexen komen die groter zijn, die 4 verdiepingen zijn. En ja, dat zijn dus echt veel appartementen op een klein stukje. Dat doen we ook, maar met mate. Ja, want er is een grote zorg en dat is dat Groene Hart. Gaat daarin gebouwd worden? Want als je grote woonwijken gaat bouwen, dan moet dat. Maar alleen het PZ en CDA zeggen allebei, er wordt niet gebouwd in het Groene Hart. Maar er wordt wel gesnoept aan het Groene Hart. En daar bedoelen we mee van onze weide, of veenweidelandschappen, daar blijven we vanaf. Echt, je moet ook heel reëel zijn. Hè? En er was volgens mij vanuit de Leidse regio een vraag gekomen. Kijk eens naar je gebied, kijk eens naar je polders, kijk eens naar je onderdelen daarin. Wat is nu iets wat je echt absoluut wil houden? Nou, dat kan je makkelijk aangeven. Dat betekent natuurlijk ook andersom geredeneerd dat er ook delen zijn die wat minder waardevol zijn. Welke delen zijn dat? En ik had het pas over met een van jouw collega's. Als je kijkt langs de A4, mm-hmm. dan zie je delen die officieel bij het Groene Hart horen. Die ook een uitstraling van een weide hebben. Maar eigenlijk helemaal geen weide meer zijn. Nou, dan vraag je waar. Kijk, aan de Papenweg, aan de Provinciale Weg, hebben we een kassencomplex. Mm-hmm. Yeah. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ken ik. Nou, dat moet gesaneerd worden. Yeah. Dan hebben ze heel slim gedacht van aan de Weidelaan in het dorp hebben we ook kassen. Dat gaan we uitruilen. We verkopen de Weidelaan, de opbrengst van 40 hele dure huizen.
of 20, ik weet niet precies hoeveel. Dat gebruiken we voor het uitkopen, saneren van de Papenweg. En daar maken we weer weiland van. Nou, dat is een optie. Echter, als je dat voorstelt en je gaat daarvoor staan, dan denk je van ja, het wordt nu weiland. Wat zie je dan? Een uitschot op de snelweg. Komt ook nog een viaduct van de Rijnlandroute. De vraag is dat dan wel? Dus dat zou een plek zijn om te kunnen gaan bouwen? Nou, ik ga hem nog, want... We moeten door naar duurzaamheid, anders hebben we niks meer over duurzaamheid. Maar pak hem nog even door, want we moeten out of the box denken ze dan. Mooie term. We hebben een klein bedrijventerreintje aan het begin van het dorp, de Keerweer. Mm-hmm. Daar kijken we al langer naar, moeten we daar dus geen woningen bouwen? Nou, misschien kan je die bedrijven die daar staat neer richting de snelweg op dat, nou ja, zogenaamde groene gedeelte plaatsen. Ja. Dat kan je gaan uitruilen. En op... Dus er is een soort nepgroen en echt groen en jullie op het nepgroen kan wel gebouwd worden? Ja, dat zijn jouw woorden, maar ik vind nepgroen wel aardig klikken. Ja, moet ik toegeven. Ja. We hebben nog heel weinig tijd voor duurzaamheid, maar daar gaan we het er nog wel even over hebben. Top 20 van meest duurzame gemeenten. Ja. Dat is een mooi streven. Dat is ambitie, ja. Ja. Hoe ga je dat doen? Dat hebben we al langer hoor, trouwens, die ambitie. En we halen het ene jaar het meer dan het andere jaar. Want het wordt jaarlijks gemeten. Ja. Hoe we dat gaan doen? Op verschillende manieren. We hebben een duurzaamheidsfonds. Daarmee kunnen inwoners, bedrijven gratis een energiescan doen. Waar aanbevelingen uitkomen om of te isoleren of op alternatieve energie op te wekken. Datzelfde fonds kan ook gebruikt worden voor subsidies. Nou, dat loopt, maar gaat nog niet geweldig. En als je dan bedenkt, van, kijk, zo'n scan geeft aan, je moet 12 of 14 zonnepanelen op je dak hebben of 8, noem maar even wat. Dat is mooi, maar je krijgt er subsidie voor, maar het gaat nog steeds ten koste van de centen van degene die daar woont. Dat is een investering. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dat niet zo op de plank hebt liggen. Nee, dus jullie willen gaan voorfinancieren. Terugverdiend tijd, terugbetalen aan de gemeente, dat kan. Leningen. Je hebt een fonds voor nationale energiebesparing, maar wat we eigenlijk gewoon gaan willen is, en dat is anders dan andere jaren, de mogelijkheid voor het subsidiëren van het huren van zonnepanelen. Kon tot nu toe nog helemaal niet. Dat was of kopen of niks. Nu zeggen we, als je het huurt, dan willen we ook een subsidie voor jullie. En jullie hebben ook het idee om zonnepanelen op maaiveld in het weiland te leggen. Je zei het op de podcast al. Dat trok je natuurlijk behoorlijk uit zijn verband. Dat snap ik wel. Maar ik had toevallig net wat daarover gelezen in het AD. Wat jullie niet wisten is dat wij hebben een terrein in het zuiden van Zoeterwoude, waar vroeger de potgrondverwerking zat. Dat terrein ligt braak. Dat is deels vervuilde grond, maar heeft ook een bestemming die eigenlijk zo smal is dat er bijna niks kan gebeuren. 13 hectare volgens mij, daar kan je 20.000 zonnepanelen neerleggen. Nou, een droom van PZ is dat daar een hele zonneweide komt die voor een deel in de energie... behoefte aan zoete wouden gaat voorzien. Maar als je echt efficiënt wil zijn, moet je windmolens neerzetten. Ja, maar goed, daar is wat discussie over. Daar is nog voorlopig discussie niet. Over. Maar juist zo'n gebied wat helemaal ommuurd is, wel in het groen is en waar niemand last van heeft, dat is ideaal voor een zonnewijze. Tot slot, want we moeten afsluiten. Van dit hele document, duurzaam verbinden, hè, jullie coalitieprogramma. Waar moeten we jullie over 4 jaar echt op afrekenen? Als we hier zitten, wat moet er afgevinkt zijn? Absoluut het aantal woningen dat 500. Gepland staat, 500 plus. Die 500 die we nu hebben, maar ook inzicht hebben in wat we daar extra willen gaan doen. Top 20 duurzame gemeenten, daar moet een vinkje komen te staan. Daar moet zonder meer een vinkje komen te staan. Ik aarzel even of het voldoende is. Wij willen bijvoorbeeld in sommige wijken met huizen na 1980 energielabel B hebben. Ik vind dat soort inspanningen eigenlijk belangrijker dan of je in de top 20 staat. Ja, top 20 geeft een beeld, maar niks. Tot slot, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad, maar is het nog een zelfstandig dorp? Absoluut. Dus daar kan ook een vinkje bij? Absoluut. Pieter Goossen, dankjewel dat je hier was. Graag gedaan, dankjewel. En succes de aankomende 4 jaar. Gaat lukken. En tot zover deze uitzending van Aan tafel met Leendert. Volgende week hebben we het over Bevrijdingsdag. Dinsdag staat helemaal in teken daarvan. Dus tot dinsdag.